Hallo kijkers van ShineSprite, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en de Steen der Wijze met Rusty! Ja, zeker. We zijn op 15 aangekomen, we zijn officieel Gryffindors, ondanks dat ik er niet helemaal mee eens ben, maar ja, weet je. Nee, ben je het er niet helemaal mee eens? Nee, ik zeg, ik zou liever ergens anders willen zitten, maar hè. Ja, hebben we helaas geen keuze. Het is geen Hogwarts Legacy, hè? Nee, helaas niet, nee. Allerlei dingen met z'n ruilen voor spreuken. Maar, welke ding ben jij? Ik ben de Ravenclaw. Oh jee, een blauw boy. Ja. Er hangt een portret aan de andere kant. Trouwens, over blauw boys gesproken. Komt binnenkort nog op mijn kanaal komt er ook nog een serie met blauw boys. Smurfer? Als je voorzichtig bent, kun je langzaam sluiten. Nou, jij hebt het ook gedaan. Je hebt het gedaan voordat we hier aan begonnen. Oh, WK Zwerkbal. Ja. Ah. En dan speel ik ook met de blauwe boys. Nice. Wat een wachtwoord weer, kapot draconis. Oh, fuck a Rooney. Oh! Kijk hem eerst even op, Milan. Doe je ding. Je moet echt naar Fred en George, Harry. Je kunt er onwijs gave spullen kopen. Ja, er zit daar gewoon een kaart. Ja. Nice. Een tovenaarskaart. Nicing on the cake. Zeker. Oké. Fred en George, daar komen we. Oh ja, ik wens je wel succes trouwens. Dankjewel. Is dat sneak gebeuren? Ja. Oh, dat is zo kut. Maar het ergste is, je moet het wachtwoord doorgeven bij het portret en dan nog er doorheen. Apart. Ja, ik ga zo rond. Ik wil eerst even gratis tovenaarskaartje pakken. Oh, dat gaat het niet. Rexy, daar hangt hier nog niks. Wat een ellende. Ik dacht toch echt dat ik wat hoorde. Oh, oh. Oh, Milan, rustig. Varkensnuit. Easy! Hallo Harry. Fuck! Hij heeft je gezien! René! Oh! Hij had je nog bijna ook, hè? Ja, als ik het wou niet gezegd had. Dan, Hi Fred, hi George. Smeggies in alles maken. En als speciale bonus mag je voor maar 10 smekjes een graai in deze kist doen voor een speciale verrassing. Wauw, dat wil ik proberen. Maar willen we dat echt proberen, Leo? Maar wat als je die handen instapt? Kijk maar eens goed rond, Harry. Als je iets wil kopen, vraag je het maar. Dat is goed. Graai, oké. Maar moet je iets kopen? Dat is geheel aan jou of jij iets wil kopen. Maar hoe moet je verder? Weer terug, of? Ja, gewoon weer terug. Je zit me nu niet in de grub tower, hè? Nee. Ik pak alleen nog wel even die tovenaarskaart die hier ligt. Kom hier. Hey. Hallo tovenaarskaart. Wauw. Dat je zo wil winnen. Jij loopt er al weg. Oh ja, Ron steekt even die stok door zijn oog, joh. Jawel, dat mag allemaal gewoon. In het huis Anubis. In het huis Anubis nog wel? Ja. Zie je niet dat je zo de dag kan sluiten? Nee. Zo. Ik weet nog wel dat de eerste schooldag in deel 3 fucking lang duurt. Ja, klopt, dat duurt echt lang. Dan moet je ook, de sluitwegwijzer en zo gaan halen met Hedwig. Moet je toch met Hedwig vliegen? Ja, klopt. Dan moet je met Hedwig vliegen. Hey Harry, wil jij ruilen? Ja, ik heb 2 tovenaarskaarten gewonnen. Jij bent supergoed. Ja. Ik hoop dat je nu gepakt wordt door Pershuis. Waar is Pershuis? Oh, dag. Shit! Pak hem! Ja, lekker! Dat wordt een nablijven. Ai, wat een drama. Oh, en ik... Oh, dat moet ik het nu doen. Lekker. Wat een ellende. We hebben eerst toverdranken. Waar hebben we les? In de dungeons. Rennen! Run! Is dit ook in deze game dat je van die statues hebt die dan zo'n laser hebben, of is dat pas in deel 3? Dat is in deel 3. Ja. Dat vind ik ook echt niet leuk.
Nee, maar weet je wat wel het nadeel is in deze game? Je moet al de ingrediënten van toverdranken zelf halen. Nou ja, dat is extra, hoe noem je dat? Extra gameplay, hè? Daarom hebben ze dat gedaan. Dat is ook waar. Dat is ook in de computergame zo. Ja, oké, maar dan... Ja, klopt, maar dan hebben ze het echt story-based gemaakt. Maar nou is het gewoon van, je kunt de les niet in totdat je de dingen hebt. Oh ja, dat was ook zo. Ja, wat een gezeik. Moet ik dat nu ook doen of kan ik nu wel naar toverdranken? Het is je eerste keer, dus het zou vreemd zijn als je iets moest meenemen. Hallo Emmeline. Hey Rusty, wil jij ruilen? Ik wil niet ruilen. Troll in de dungeons. Welkom op Zwijnstein. Zwijnstein heeft 4 afdelingen. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw en Zwadderich. De zandlopers laten zien welke afdeling de meeste afdelingspunten heeft. Nou, kom en door, we moeten een afslag maken. Blijf je afdeling als je familie. Voor eventuele triomfen verdien je punten. Gassari, wacht, ik wil gewoon door. Weet je wat trouwens ook? Maat. Dat bedoel ik dus. Dit is zo oneerlijk, want ik weet het dus allemaal niet. De afdelingsbeker. Ja. En het wordt hoog tijd. Dat jij zo wil winnen, dat is echt erg. Denk eraan dat alleen klasseoudsten en leraren afdelingspunten kunnen geven. En ook kunnen aftrekken. Zeg, ik ben nu met één trap ben ik op de 3e verdieping. Overdrankje is in de kerkers. Wow. We mogen niet te laat komen. Maar gaat die deur nog open vandaag? Oh, ik wou net zeggen. Oh ja, je bent vastgelopen. Lama. Troll in the dungeons! Oh. Ja, ik heb trouwens nog wat te doen dit weekend. Wat heb jij te doen dit weekend? Ik heb de Blu-ray speler van mijn buurman over mogen nemen voor 2 tientjes. Ja. Ja, er zat een Harry Potter set bij. Oh, nice. Dus je gaat alle Harry Potter films kijken? Ja, er zat elke film zat erbij. Alleen, ik vind het wel vreemd dat... de laatste 3 stukken net zoveel dvd's hebben als de eerste 5. Malfides. Draco Malfides. Er zijn zeg maar 2 sets en allebei de sets hebben 5 dvd's. Ja, apart. Ja. Je zult merken dat sommige tovenaarsfamilies beter zijn dan andere. Maar ja, weet je, komen we zelf wel achter waar die anderen voor zijn. Ja. Daar kan ik je wel bij helpen. Draco, ik kan zelf wel beslissen wie de verkeerde mensen zijn. Dank je. Opzouten, Potter! Oh ja, weet je wat ik trouwens wel raar vind in deze game? Nou? Nou, volgens mij is het in de geheime kamer. Hufflepuff of Ravenclaw is paars. Ja, dat is... dat klopt, ja. Dat is in de geheime kamer is dat. Ja. We zijn hier om de wetenschap en kunst van het toverdrankbrouwen. Ja, dat is dus een vreemd iets. Hé, hey, Jerry is er ook weer. Jerry? Van Totally Spies. Hij heeft dezelfde stem als Jerry van Totally Spies. Oh, hij! Oh, Snape! En de geest bedwelmen, de zintuigen begoochelen. Here we go! Maar dat is vast niet aan jullie besteed. Oh, ik wil zeggen, dat heb ik als kind erg vroeger veel gezien. Te destilleren en zelfs de dood te bottelen. Was ook gewoon leuk vroeger. Ja, klopt. We waren al die series nog leuk en dan heb je echt zoiets van waar heb ik vroeger naar gekeken? Jullie de volgende 3 ingrediënten verzamelen. Afrodil, vuurwerkplant en Wiggenweld. Oh nee, Wiggenboomschors. Oh, daar hebben we de bad guy. Onze terreinknecht. Main villain. Helpen met het eerste ingrediënt. Verzamel deze ingrediënten voor de volgende les toverdrank. En nu naar verweer tegen de zwarte. Ja, laat me gewoon de lokaal binnen gaan, joh. De les is afgelopen. Ja, wat kan die vet lullen hier, die Draco? Nou, dat kan die wel, ja. Jongen.
Ze zeggen één keertje van, joh, hey, ik weet zelf wie ik moet doen en meteen hij opzouten. Ja, je had de grote mond tegen de grote draak Amalfides, hè? Ja, dan is het meteen vechten. Ja, nu gaat hij het vertellen tegen zijn vader. Oh, nee. Zijn vader, oh, daar ben ik zo bang voor. Here we go. Hey, je moet wel oppassen, je kan verdwalen in de kerkers. Ja, dat blijkt. Oké, nu moeten we naar verweer tegen de zwarte kunsten. Oh, dan mag je lekker een dungeon in. A troll in a dungeon. Ja, voor welke spreuk? Lumos? Ja. Saai. Ja, we zeggen het is geen Rictus Sempra of zo, helaas. Nee, dat zal pas in deel 2 zijn. En volgens mij zit Rictus Sempra niet eens in de in deze games. Wel, zet. Verweer tegen de Black Kunsten. Yes, Defense Against the Dark Arts. Zie. Dada. Ja, we mogen naar Krinkel! Ja, het is die hele gevaarlijke deur, hè? Ja. Ga daar maar tegenaan duwen, Harry. Hoppa! Ik heb wel het idee dat Harry de sterkste is van zijn hele klas, want hij duwt gewoon die deur open. Tuurlijk. En de rest staat er een beetje bij te wachten. We zijn Harry motherfucking Potter. Goedemorgen, klas. Ja, dat is zeker waar. Staat ons een verlichtende ervaring te wachten. We gaan de oplichtspreuk voor Tof verstokken leren. Run! Lumos. Je kunt hier niet maar ja, ik wil zeggen, we gaan dus zometeen moeite doen voor het spreuk met een lampje. Ja. Geheimen mee ontdekken. Geheimen? Is ook een spreuk nice. Die je tegen doorlopen, hè, Melina, anders ga ik weer met de doorlopen. Maar nou, rustig, ik ga geheimen ontdekken, hè. Dat hoor ik. Geheimen ontdekken, ja. Ja. Ja, ik heb ineens dat wonderlijke besef dat er geen geheime ruimte naar boven zijn. Er zijn alleen maar geheime ruimtes naar beneden. Oh, jammer. Oeh, Marcel gaat eerst? Oh, wacht maar. Hij is nog in 2 seconden binnen en vreemd genoeg redt hij zijn kop verbrand. Nice. Jouw beurt. Ja, was het de derde verdieping of de vierde? De zevende. Ha, grapjas. Als je het vindt, is de spreuk van jou. Daarna kom je terug naar dit klaslokaal. Klaslokaal. Welke kant is er helemaal snel op, joh? De kant van de magische poeder. Oh, ja, maar die is op, dus die moet ik nog halen. Zo, en open duwen in de deur. Stekel in je gezicht, hoppatee. Ja joh, kan je weer goed slapen vannacht. Maat. Lekker, Harry. Oh ja, zie je? Als je wil volledig wil completen, moet je helemaal terug naar deze uitdagingen. Ja, klopt. Maar dat hoeft niet als hoe wij hem spelen, toch? Nee, klopt. Dat we zeggen, als we hem gewoon spelen tot we hem uitgespeeld hebben, dan hoef je dat niet te doen. Dat vind ik wel vet als games dat doen. Dat je dan die uitdaging opnieuw moet doen als je dan Defender hebt geleerd, zeg maar. Ja, dat is wel beter. Dan voegt het nog wel iets meer toe aan de story. Ja. Ja, waar moet jij nu naartoe? Ik denk, als je het doet... Bungee jumpen. Ja, bungee jumpen mag wel. Ja? Ah joh, had gekund, hè. Ja, ik vraag me nog altijd af waar hij... We zeggen, we zijn er binnen geweest. Hoe heeft hij in 5 seconden tijd zijn kop verbrand? Magische poeder. Oh. Maar dan vraag ik me of hij zijn poeder koopte. Ja, precies. Hij heeft denk ik verkeerde poeder gekocht. Explosieve poeder. Oh, in plaats dat van magische poeder. En de... Nu gaat als het goed is die brug instorten, toch? Of is dat niet? Ja, deels. Dat dacht ik. Ja, zie je, dat kon ik me nog wel herinneren. Ja, nee, die ga je goed onthouden. Harry! Doe nou voorzichtig. Ja, maar ik heb dat beest toch niet voor niks gekild?
Fadakadabra! Hallo? Ik heb dat beest. Ik weet nou al dat er een moment gaat komen dat ik ga ragen om de. Om de knopjes. Dat oh, ik wil zeggen, dat moment komt zo meteen wel, want zo meteen heb je twee spreuken, dus... Ja, ik weet nog wel dat ik het irritant vond als je dan straks Lumos hebt met al die gaten in de vloer. Ja, klopt. Om de hoogste beoordeling. Zeg, dat kan ik helemaal in meegaan. Harry, ik wil zeggen, gaan we nog... Wacht. Oh ja, maar ik heb Defender nog niet, dus we gaan hierin. Oh, ik wil zeggen, dat leert wel heel erg snel als jij nou al Defender hebt. Ik ben ook echt super goed. Ja, dat blijkt een echte Harry Potter master. Precies! Oh ja, dit kan me ook nog wel vaag herinneren. Ja, gaan we zoeken naar een uilensnoepje. Lekker man, uilensnoepjes. Ga je... Kom eens aan hoor, de bende van de lende. Ga je wel gewoon voor de alle schildjes, zeg maar? Ja. Ja. Want je moet ook, je moet wel de house kap winnen. Ja, pak hem op. Ho, oh, Harry, breek nou voorzichtig je nek, joh. Oh, I fucked up already. Milan. Nou. Ja, je kunt het oplossen, alleen dat voel je wel lekkers. Ja, ik wil dat niet voelen. Een pompoentaartje. Een pompoentaartje? Wat? Ho! Oh. Alles gaat onder controle hier. Zo, dan gaan we maar eens even dezelfde ruimte inlopen als the one and only. Oh, we hebben bijna het boekje, joh. We hebben bijna het verboden boek, Milan. Het verboden boek. Hé, hey, ja. Dobby wordt ik aangevallen. Oh. Echt verboden boek met Lumos erin. Barbari, duwen, jongen. Harry heeft wel echt goede spieren. Als hij gewoon dit kan duwen. Oh, je mist niet veel, Milan. Want het is één kistje. Ik weet niet wat erin zit. Nou. Oh, je mist niet veel. Het is een pompoentaartje. No stress bakofles. Ja, zeker. Een pompoentaartje. Ja, absoluut. En... Hoppatee. En... Oh, Harry. Oh, camera, we even meewerken, dankjewel. Ja, de camera is erg vervelend, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, dat ben ik mee eens. Dat is wel echt een dingetje. Oh, het... Een uitdagingsschild. En... Uwee. Nou, eens kijken, wat hebben we hierboven zitten? Oh, smackies. In alle of zonder smaken? Ja, snotsmaak. Huh. Dus ja, die hoef ik niet per se, zo moet zeggen. Nee. Harry, ga gewoon even duwen, jongen. Ja, gewoon eens even... Nee, duwen, niet trekken, duwen! Nou, staan we nog goed? Volgens mij wel, hè? Pak hem dan op, jonge Kees! Nee, het is gewoon Harry, hoor. Wow. Just Harry. Tenminste, dat denk ik, hè, dat het just Harry is. Ja, dat is Harry Assuming is dat. Dat doen we niet aan. Oh, is dat Harry Assuming, ja? Oh, joi. Een outdaging skilled. Wat? Zo, nou gaan we eens even zoeken naar dat uilencookie gebeuren. Hallo? Gaan we het nog meewerken? Oh, die camera, daar hoor ik echt helemaal simpel van. Oh, ja, het begint nou al, hè, dus... Ja, precies. Waar zijn die elfen?
In het wonderland. Ja. Oh, de timer! Stop waar je staat! Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zien we je graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos.